Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki terug in Suriname na succesvol werkbezoek. Regering en samenwerkende vakbonden bereiken tussentijdse oplossing. Guyanese vicepresident Barret Jagdeel maakt opwachting bij president Santokki. Regeringsdelegatie deelt resultaten werkbezoek Nederland met samenleving. En de boodschap is nog steeds: laat u zich vaccineren. President Chandrika Prasad Santokki is na een succesvol werkbezoek aan Nederland op 12 september 2021 gearriveerd in Suriname. De regeringsleider heeft daar een omvangrijk schema afgewerkt. Dat er goede zaken zijn gedaan, blijkt uit de indrukwekkende tournee van de president langs koning Willem-Alexander, minister-president Mark Rutte, drie burgemeesters en tal van potentiële partners. President Santokki is op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Para uit het vliegtuig gestapt met een bagage vol steunbetuigingen, samenwerkingsovereenkomsten met de Nederlandse overheid en afspraken met internationale luchthaven Schiphol, Wageningen University and Research en het Amsterdam Universitair Medisch Centra voor concrete samenwerkingen. De doelen waren volgens het staatshoofd helder. Direct na het aantreden van de nieuwe regering is er tegen de achtergrond dat er langer dan 10 jaar geen samenwerkingsrelatie is geweest met Nederland de betrekkingen weer aangehaald. Volgens de regeringsleider is er een zodanige inhaalslag gemaakt dat het nu al lijkt alsof mensen vergeten zijn dat er 10 jaar lang geen samenwerkingsrelatie was. Het staatshoofd is onder de indruk van de wijze hoe Nederland is omgegaan met het bezoek. Op alle onderdelen van het bezoek heeft hij een zeer waardige en respectvolle ontvangst van de president van de Republiek Suriname ervaren. De regering en de samenwerkende vakbonden hebben een tussentijdse oplossing bereikt in het tegemoetkomen van de werkende klasse. Boven de huidige koopkrachtversterking van 100 SRD komt er een belastingvrij nettobedrag van 700 SRD. Minister Albert Ramdien is voorzitter van het clusterteam van ministers dat overleg pleegt met de samenwerkende vakbonden. Hij erkent dat deze tussentijdse oplossing niet het meest tevreden gevoel aan beide partijen geeft, maar benadrukt dat in het traject naar herstel van de economie er verder gesproken wordt. Ja, laat me dit zeggen, dit is een traject geweest. Er is overleg geweest op 4 september. Maar laat ik zeggen, dat was een belangrijk moment waarbij we over deze specifieke kwestie van hoe komen de bevolking tegemoet in goed overleg met de vakbeweging, de gezamenlijke vakbeweging. Maar we hebben vaker gesproken met de vakbeweging al enige maanden. En wij zijn daar enorm blij om, omdat we vinden dat het clusterteam van ministers, welke ik coördineer, dat ze bezig wordt met de vakbonden. En de heer Sunder als coördinator van de samenwerkende vakbonden, dat we frequent goed contact hebben gehad. Niet alleen over deze specifieke zaak waar we straks over zullen praten, maar ook over de agenda, de bezorgdheden, de zorgpunten die er zijn en ook positief gesproken over het traject dat we moeten afleggen naar een gezonde economie. Dus dit is een momentopname van iets wat we gezamenlijk hebben bereikt, maar het is ook onderdeel van een proces waarbij we proberen in samenhang met de vakbeweging en het bedrijfsleven ervoor te zorgen dat we dat herstelprogramma zo goed mogelijk afronden en uiteindelijk de lasten zo min mogelijk laten zijn voor de bevolking. Heer Sunder, het is van eminent belang dat de werkende klasse het uiteindelijk voelt in hun zak, de koopkrachtversterking. Wat is er uiteindelijk bij? Nou, er is een tussentijds oplossing gevonden voor het vraagstuk van koopkrachtachteruitgang. Mede als gevolg van de hoge inflatie die we allemaal kennen en ook de relatief hoge koers. En
zeggen van mij dat ik de vieren in de zak heb. Ik heb een goede winkel. Eigenlijk soms maar vredig in de winkel schreef. Want de prijs heet. Wat we nu bereikt hebben, is dus dat wij goed overleg hebben gehad. En van de kant van de vakbeweging kan ik u zeggen dus dat we het zeer op prijs hebben gesteld dat op zo'n korte termijn de regering met ons heeft gesproken over deze materie. Wij hebben onze zorgpunten naar voren gebracht. We zijn het lang niet altijd eens hoor. Want we praten natuurlijk zuiver vanuit het perspectief van de brokkenmans. En de regering heeft een veel grotere verantwoordelijkheid. Wij zullen dus altijd onze zaken extra benadrukken. Maar we hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over wat je zou kunnen het verbeteren van de koopkracht. En met name het netto besteedbaar inkomen van de brokkenmans in ons land. Zowel in de, bij het openbaar bestuur, dus de landsdienaren en de gelijkgestelden, als in de particuliere sector. Ja, wel, ik denk zo, dat ik zeker ook dat wel loop, want bedrag zou ik dat nodig naar een netto bedrag. Dus koerscompensatie, als dan zou ik aan koerscompensatie, dat ook voor 100 SRD kunnen IT 100 SRD. Dus daar 700 SRD ook netto tap als salaris voor de brokkenman. En de werknemer is een enorm belangrijk onderdeel van dat proces. Er is nog veel meer dat gedaan moet worden om de werkende klasse, om het zo te zeggen, die faciliteiten te geven om nog meer te produceren. En wanneer we dat kunnen doen, dan is er veel meer, dan is die koek veel groter en dan kunnen we veel meer tegemoet komen. De overheid heeft taken, ook die overheid moet die taken een beetje gaan evalueren en efficiënter maken, zodat we minder geld uitgeven binnen de overheid. Er zijn verantwoordelijkheden, wat ik wil zeggen, aan alle kanten om deze economie weer gezond en wel te maken. En dan weet ik zeker dat we een mooi leefbaar Suriname zullen hebben. De Guyanese vice-president Barrick Jadeeuw is in Suriname voor een tweedaagse werkbezoek. De regeringsfunctionaris van het Westerbuurland heeft na zijn aankomst op maandag 13 september op het presidentieel paleis zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokhi. Vice-president Jadeeuw zal in Suriname onder meer besprekingen voeren over samenwerking naar de aanstaande klimaatconferentie in Schotland. Verder zullen de twee landen zich ook buigen over andere collectieve projecten. De delegatie die onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi op werkbezoek is geweest in Nederland, heeft de resultaten van de bilaterale ontmoetingen met de samenleving gedeeld. Dit gebeurde op maandag 13 september 2021 tijdens een ontmoeting met de media. Het werkbezoek aan Nederland is een succesvolle geweest, waarbij er op verschillende gebieden afspraken zijn gemaakt en positieve inzichten zijn verkregen. Tegelijkertijd zijn ook de banden met Nederland hersteld. Wij voeren u terug naar het persmoment waarbij onder meer president Santokhi aan het woord kwam. Dat we daar zijn gegaan, in feite met een zeer holistische benadering, om iets dat 10 jaar lang stil lag, 10 jaar lang onder druk stond, 10 jaar lang onder spanning stond en misschien 10 jaar lang geen samenwerking was, dat we dat op alle niveaus volledig hebben hersteld. Wij vinden namelijk dat de samenwerkingsrelatie voldoende is hersteld en nu gaan wij werken naar die implementatie op alle niveaus en daar zal er ergens een moment zijn waar de samenwerking heel goed op gang komt, dat het tijd wordt dat de koning en de regeringsleider naar Suriname komt om verdere samenwerkingsafspraken en documenten te bespreken. Zo moet je het zien. Integraal,
holistisch, dan zie je namelijk die belangrijkheid van de samenwerking. Weet je wat dat gaat betekenen als je visum afschaft en hier duizenden toeristen kunnen komen? Heeft dat geen voordeel? Je gaat direct een opleving krijgen van hotel, van restaurants, van toeristische bedrijven, van taxi en noem maar op. Waar er werkgelegenheid gaat ontstaan. Als de zakenlieden de mogelijkheid geven om een zakenvisum te krijgen, om investeerders aan te trekken. En ze komen hier om te investeren in de productiesector, in de agrarische sector, in zoveel andere sectoren, ontstaat er werkgelegenheid. Al die personen die geen werk hebben, kunnen werk vinden, hun gezinnen hebben inkomsten. Aan de andere kant moet je ook rekening houden dat er grote investeringen zijn, zoals ik net genoemd heb, als local content, waar Surinaamse bedrijven kunnen gaan participeren met die oliegiganten. Maar soms kan een Surinaams bedrijf dat niet halen. Maar met een samenwerking met een Nederlands bedrijf of een diaspora bedrijf, haal je het wel. Het is een win-win. Zo moet je het zien. Namelijk dat we samenwerken op alle niveaus hebben, waarbij misschien nu niet zichtbaar, maar op termijn een ieder voordeel gaat hebben. Maar als je echt zaken zoekt wat gaat direct bijdragen, ja, onze restante verdragsmiddelen, die gaan vrijkomen. Daarin zijn er meer dan 17 miljoen. Die gelden komen terug in de economie. Met die investering van die 17 miljoen ga je ook opleving krijgen van de economie, van die werkgelegenheid in die sectoren waar het geïnvesteerd zal worden. Dus nogmaals, er zijn verschillende niveaus samenwerking geweest. Onze visie is dat de staat randvoorwaarden moet creëren, voorwaarden scheppend bezig moet zijn, barrières moet weghalen, maar het is de diaspora-gemeenschap die nou met de Surinaamse gemeenschap moet samenwerken. En dat heb ik al aangegeven, private samenwerking, NGO-samenwerking, dat moet er zijn. En daar proef ik dat er langzaam een afstand aan het ontstaan is. Waardoor dan die roep steeds meer eer naar die overheid. Dus ik doe nogmaals een oproep. Laat er een nauwe samenwerking zijn tussen de diaspora gemeenschap en de Surinaamse gemeenschap. Dat is wat ik bedoel om het land Suriname te ontwikkelen met 1 miljoen Surinamers. We komen woensdag al bijeen. Team van Nederland om alles te evalueren. Alles op een rijtje te zetten. Er gaan afspraken komen wie waarmee belast gaat worden. Er gaat een hele organisatiestructuur komen, zodat ik vanuit mijn verantwoordelijkheid als president alle gemaakte afspraken, de uitvoering daarvan goed kan monitoren. Maar tegelijkertijd maken we een planning. Wat ik kan je nu al zeggen, er gaan heel wat missies binnenkort afreizen richting Suriname om uitvoering te geven aan die gemaakte afspraken. En dat moet ook goed gepland worden samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en die andere ministeries die allemaal opgenomen zijn. Een breed pakket van samenwerking komt er een uitvoeringsprogramma. Als land zijn we bijzonder blij dat we gas en olie daar gevonden hebben. Echt waar, dat al die honderden jaren niet ontdekt is. En nu ontdekt wordt. Alleen moeten we goed beleid ontwikkelen. En de visie van deze regering is eerlijk beleid, transparant beleid, duurzaam beleid. Uit die inkomsten sparen en sparen en stabilisatiefonds voor de volgende generaties die gaan komen. Maar ook gebruik maken van het geld om je economie te diversifiëren. Landbouw, onderwijs, binnenland, veiligheid, gezondheid. Maar tegelijkertijd dat geld gebruiken voor beheersing van die crisis nu. We kunnen niet in armoede leven terwijl er zoveel rijkdommen daar zijn. En daarom zijn we bezig om na te gaan. Omdat die gas- en olie-exploitatie pas in 2025 gaat plaatsen. Moet bekijken mogelijkheden om op front cash te krijgen. Maar daarvoor moet je eerst die appraisal hebben. Maar we hebben slechts 1 appraisal maar. Dus er moeten meerdere appraisals komen. Dan kan je zaken gaan doen met oliegiganten en of andere partners. En dat geldt ook voor ons bos. Waar de heer Barajak, de vicepresident van Guyana, ook met ons gezamenlijke strategieën wenst te ontwikkelen. Zodat wij als de Guyana's met 1 gezamenlijke strategie ons bos zodanig kunnen kapitaliseren. Dat we geld ermee verdienen. Dus nogmaals, we zijn een voorstander
namelijk van die groene energie, datgene wat we hebben, gaan we daar optimaal gebruik van maken om ons land te ontwikkelen, zoals ik eerder heb aangegeven. Maar tegelijkertijd werken we aan een balans om die groene energie, die blue economy zoals men dat zegt, ook op gang te brengen. Laten we ons focussen op COVID, zeer ernstig. Het aantal besmettingen neemt toe. Maar nogmaals, ook die organisatie, ook die Surinamers wil ik allemaal bedanken. Vooral toen er bepaalde negativiteit gedemonstreerd werd door een kleine groep van personen, heb ik Surinamers weer gezien. In economie, president. Al ben ik niet altijd met hem eens. Al is hij niet van mijn partij. Maar kom niet aan hem. En dat is die kracht die we weer hebben laten zien. Als Sernamang. Dat we waardigheid hebben. En dat we daar hebben laten zien wat onze nationale trots is geweest. Dus nogmaals wil ik alle Surinamers ook bedanken voor die ondersteuning. Hoewel het bij herhaling gezegd wordt, is de boodschap nog steeds: laat u zich vaccineren om het COVID-19-virus gezamenlijk tegen te gaan. Neemt u dit ter harte, laat u zich informeren en bescherm uzelf en uw naasten. In de afgelopen dagen heeft het aantal COVID-19-besmettingen steeds een stijgende trend vertoond. Dit is zorgwekkend, vooral omdat duidelijk is dat dagelijks nog grote delen van onze samenleving worden blootgesteld aan besmetting. Dit komt doordat men zich niet houdt aan de hygiënevoorschriften en of de COVID-maatregelen in de wind slaat. Daarnaast zijn velen nog steeds fel gekant tegen vaccinatie. Vanuit deze plek wordt u, die zich wel heeft laten vaccineren, opgeroepen, zij die dat niet willen, positief te beïnvloeden. Mensen hebben nog altijd de juiste informatie nodig. De overheid doet er alles aan om de communicatie naar de samenleving toe verderop te voeren. Laten wij elkaar daarbij de hand reiken. Samen kunnen wij ons er doorheen slaan. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.